Het winnen van de Recruitment Tech Award voor Recruit Robin heeft ons twee dingen opgeleverd. Op de eerste plaats erkenning voor het team. Dus we zijn begonnen met een clubje van 3 mensen, product in de markt gezet, hopen dat ik goed sta op te wachten. En het winnen van die awards was voor ons wel een bevestiging dat we hiermee moeten doorgaan. Veel publiciteit en daaruit kwamen ook veel leads en veel nieuwe klanten. Ja, Recruit Robin is een tool waarmee je het vinden van kandidaten voor je vacatures volledig automatiseert. En binnenkort ook de grootste toegang hebt tot het grootste aantal actief werkzoekenden. Hoe hebben wij na het winnen die oplossing verder uitgebreid? Ik zei net al dat we graag verder wilden, dat het een bevestiging voor ons was. Dus we hebben een roadmap gemaakt voor 2020, waar een aantal dingen op stonden. Door corona zijn die wel wat gewijzigd, dus daar zoom ik even op in. Toen corona kwam, toen was onze oplossing eigenlijk vooral gericht op het besparen van tijd. Recruiters hadden weliswaar na corona iets meer tijd, dus dat was niet echt meer een sterk argument. Tegelijkertijd zat er iets complementairs in, want wij zochten al op meerdere platformen. En meerdere platformen wil ook zeggen dat we je toegang geven tot meer kandidaten. En waar recruiters in deze tijd wel meer behoefte aan hebben, zijn meer kandidaten die actief op zoek zijn. Dus wat we de afgelopen 3 maanden hebben gedaan, is vooral aandacht besteed aan het connecten van 7 databases. Om te zorgen dat we na de zomer toegang hebben kunnen bieden tot het grootste aantal actief werkzoekenden in Nederland. En dat is eigenlijk de belangrijkste toevoeging die we hebben gerealiseerd. Nou, iets waar we bijna mee klaar zijn en waar we al mee waren begonnen toen corona intrad, dat was het versturen van berichten. Dus sourcing is eigenlijk 1 flow waarbij je op zoek gaat naar kandidaten. Nou, dat hebben we al voor je geautomatiseerd. Maar daarna leg je ook het eerste contact. Nou, daarvoor moest je nu nog naar een ander platform, bijvoorbeeld LinkedIn. Maar straks kun je met Recruit Robin vanuit ons platform meteen een berichtje sturen over 5 kanalen. Dus sms, WhatsApp, e-mail, in-mail, indeed-mail, zonder dat je ons platform daarvoor hoeft te verlaten. Ja, waarom zouden leveranciers ook mee moeten doen aan de Recruitment Tech Awards van 2020? Op de eerste plaats omdat ze dan weer tegen ons kunnen strijden. Maar belangrijker nog, voor ons was het een gave journey. Dus het is leuk om met je team mee te doen aan een competitie. En weet je, of je nou wint of niet, de voorpret die pak je in ieder geval mee. Ik geef meteen de tip mee, besteed ook veel publiciteit zelf en aandacht aan die voorpret. Want ook daar kun je al heel veel positieve aandacht vanuit de markt halen. Als je dan wel wint, ja, dan levert je dus niet alleen mooie complimenten op voor het team, maar ook gewoon veel nieuwe klanten. Of we dit jaar weer gaan meedoen? Ja, we gaan zeker meedoen en we gaan sowieso voor de winst.